In het korfbal stond dit weekend de voorlaatste speeldag op het programma. Een speeldag waarin diverse beslissingen zouden vallen. In de eerste wedstrijd tussen Boekenberg en Voorwaarts was het voor de thuisploeg niet meer van moeten, daar Voorwaarts nog steeds moet knokken voor de vierde plaats. Boekenberg won zoals verwacht met 24-19 en daardoor is Voorwaarts nog helemaal niet zeker van de vierde steek. Het zal met andere woorden moeten gebeuren op de allerlaatste speeldag in de topleague, waarin ze het mogen opnemen in, op en tegen Riviera. Maar we moeten zelf winnen van Riviera of gelijk spelen. We moeten 1 puntje halen. En we zien wel waar dat we stranden, want ook AKC moet tegen Borgerhout. Ook geen gemakkelijke wedstrijd voor hun. En of dat we nu derde of vierde zijn, dat maakt mij uiteindelijk niet zo heel veel uit. We kunnen het toch niet tegenstellen op dit moment. En ja, ik vind dat we verdienen van derde te zijn na de terugronde die we gespeeld hebben, maar we zullen zien waar we stranden. Wedstrijd 2 stond dan in Borgerhout geprogrammeerd, waar Meeuwen op bezoek kwam. De thuisploeg heeft zekerheid voor de kruisfinale. Meeuwen kon op deze voorlaatste speeldag een uitstekende zaak doen indien ze punten zouden pakken. Bij de thuisploeg zijn er diverse spelers die uit blessure komen en dan moeten uitkomen tegen de ploeg van de terugronde van de laatste jaren is geen makkelijke opgave. Het is een gelijkopgaande wedstrijd waarin Meeuwen de thuisploeg kan bijblijven en zo gaan we rusten met een 12-12 score. Alles is nog mogelijk. Ook in de tweede helft zijn beide teams aan elkaar gewaagd en scoren ze beurtelings, zodat er weinig of geen afscheiding komt. Voor de bezoekers is het nog even spannend, want 30 seconden voor het einde van de reguliere speeltijd staan ze 22-21 in het krijt. Mede doordat Meeuwen gewoon is van onder druk te spelen, trekken ze zich niets aan van alle heisa en scoren ze de 22 en pakken zo dat ene gouden punt dat hen, zonder een runner-up finale, in de topleague houdt. En dat is al een jaar of 4 geleden dat hen dat nog gelukt is. Onze man ter plaatse sprak met andere woorden met een uitermate tevreden coach van Meeuwen, Jurgen French. Je moest eens weten hoe je opgelucht. Dat is de eerste keer in 3 jaar dat we de Lotto Arena vermijden. En voor mij zelf de eerste keer in 4 of 5 jaar, denk ik. Super gevoel. We hebben er alles aan gedaan. En mijn laatste jaar hier kan niet beter eindigen dan. Hè. In wedstrijd 3 mocht Riviera dan weer geen steek laten vallen, wilden ze nog van de 7e plaats afkomen. Tegenstrever was Royal Scaldes, dat ook de punten goed kon gebruiken, want zij hebben nog een waterkans om de kruisfinale te spelen. Voor aanvang van de wedstrijd werd de scheidsrechterswissel, die door de federatie doorgevoerd was door de ziekte van scheidsrechter Wensma, niet meteen gesmaakt door coach Van den Bulk, die de keuze van Grimbergen en assistent Collijn niet meteen begreep. Na afloop was hij dan ook furieus voor het duo. Ja, ik ben altijd de brave Hendrik. Ik mag nooit geen kritiek geven op de scheidsrechter. Maar als ik die prestatie van vandaag zie, dat is beneden alle pijl. Ik heb het voor de wedstrijd al een beetje aangegeven. Men heeft langs bondswegen stuurt mijn leiding, waarvan iemand vorig jaar nog in het eerste team van Scaldi speelt. Dat lag er heel dik op vandaag. Dus de eerste helft worden we volledig weggefloten door de leiding. Ik zeg niet dat ons spel allemaal zo subliem was, maar de eerste helft worden we volledig door de leiding weggezet. Dat gezegd zijnde, beide teams gaan zenuwachtig van start en missen beide pogingen die in andere wedstrijden wel zouden binnengegooid worden. Dat typeert de belangen van deze wedstrijd en meteen zowel op en naast het veld als in de tribune laaiden de emoties soms hoog op. Scaldes kan in deze wedstrijd rekenen op onder andere David Peters, die nog maar op halve kracht zijn werk doet en Scaldes naar een 6-8 rustscore kan leiden. De Wolven doen er in de tweede helft alles aan om Scaldes het moeilijk te maken en ze slagen erin om op gelijke hoogte te komen. Het staat 9-9, we spelen amper 3 minuten. De bezoekers weten dan 2 maal te scoren en zo gaan we naar een 9-11, 10-12 en na 9 minuten in de tweede helft staat de 10-13 op het scorebord.
Kaskaldes blijft dan op een driepuntenkloof staan, 12-15 na 13 minuten, maar wanneer Kleiman een vervanging doorvoert, maken de Skaldiaan het verschil. 12-17, we spelen nog 10 minuten. Het lukt Rivira echter niet meer om deze 5-puntenkloof te dichten en de bezoekers spelen de wedstrijd verder rustig uit. En zo hebben ze na een aangename wedstrijd een eindscore van 15-18. En zo zullen de Wolven zich moeten redden binnen 3 weken in de Lotto Arena, waar hen de runner-up finale wacht. Alvorens de reactie te geven, geven wij u misschien nog wel het beeld van de speeldag mee. Van de Bulk, coach van Rivira, die kennis maakt met de vlag van de assistenten. Het probleem is, we wisten dat we het niet meer in eigen hand hadden. Hè. We waren een beetje afhankelijk van Borira Meeuwen. Het moment dat Meeuwen een punt haalt, is het voor ons voorbij als wij verliezen. Dus, dat is vandaag gebeurd, dus ja, oké. Het zij zo, nu zijn we zevende. Dat wil zeggen dat we naar de Lotto Arena moeten gaan. Dan moeten we daar maar bewijzen dat we top-league waardig zijn. Hè. Ja, dat wisten we voorhand al. Rivira is ook een vechtersploeg die blijft gaan tot laatste. Dus de wedstrijd was echt, ik denk tot de laatste 2 minuten pas beslissend voor ons. Chapeau voor Rivira en wij ook. We hebben goed blijven vechten. En uiteindelijk de overwinning binnengehaald die heel belangrijk is, voor zeker niet te degraderen. In de laatste wedstrijd moest Sikopi zijn laatste kansen verdedigen. Makkelijker gezegd dan gedaan, denken we dan, met de komst van AKC Luma. Moet je van minuut 1 bij de les zijn. De thuisploeg is dat en grijpt AKC meteen bij de keel. En is de betere ploeg in de eerste helft, zodat we gaan rusten met toch wel een verrassende tussenscore. 13-9. AKC was in de eerste helft een schim van zichzelf en met de grinta waarmee Sikopi speelde, dat was ongezien. Indien ze deze in de tweede helft kunnen vasthouden, zit hier de verrassing van de speeldag aan te komen. AKC Luma heeft echter onder de rust bijgestuurd en dat is meteen te zien. We spelen 12 minuten, de achterstand is weggewerkt, het staat 14-14. Erop en erover dan, 14-16, 16-18 om te eindigen met een 16-19 score, waardoor het verdict hard is op linkeroever. Want met deze uitslag is Sikopi nu zeker dat het in het komend seizoen moet aantreden in de Promoleague. AKC Luma kan zich op de laatste speeldag verzekeren van de derde plaats, al moet er dan wel gewonnen worden op, in en tegen Borgerhout. Het was al een paar weken geleden, na de nederlaag tegen Meeuwen, wisten we dat we het heel moeilijk gingen krijgen. Ik wil wel mijn ploeg een pluim geven wat ze de laatste 2 weken gepresteerd hebben. Vorige week tijdens Caldis hadden we eigenlijk altijd moeten winnen. Hoe dat we dat nog weggeven, dat begrijp ik nog altijd nog steeds niet. Maar ook vandaag, we spelen een schitterende eerste helft. We maken het een sterk AKC. Heel moeilijk. In de tweede helft kregen we het heel moeilijk doordat hun verdedigende druk naar boven ging. Werd het op de... Ja, eigenlijk op de 8 posities werd het heel moeilijk voor kansen te creëren, voor vrije passing te geven. We hebben er hard voor gevochten dit seizoen. Een paar steken laten vallen, een paar wedstrijden gehad waarin we het eigenlijk veel te gemakkelijk weggeven. Nu hebben we het kunnen rechttrekken, nu moeten we nog bewijzen dat we het verdienen natuurlijk.